De gewijzigde motie Wilders-Baudet over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president. Voor de motie hebben gestemd de SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, PVV, JA21, BBB, Forum voor Democratie. De motie is verworpen. Dan gaan we naar motie op stuk nummer 13. Kaag Hoekstra over afkeuren van de handelwijze van de fractieleider van de VVD. Voor de motie hebben gestemd de SP, GroenLinks, Bijeen, Denk, Volt, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, 50PLUS, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, JA21, BBB, PVV, Forum voor Democratie. De motie is aangenomen. Dan zijn we nu bij motie op stuk nummer 14. De gewijzigde motie Kaag-CS over een informateur die de vorming van een coalitie verkent. SP, Partij van de SP, GroenLinks, Bijeen, Denk, Volt, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, 50PLUS, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB, PVV en Forum voor Democratie. De motie is met algemene stemmen aangenomen. 15. Baudet Wilders over voorstellen voor de opzet en vorm van een parlementaire ondervraging. SP, Volt, Bijeen, Partij voor de Dieren, 50PLUS, JA21, PVV, Forum voor Democratie, BBB. De motie is verworpen. Dan gaan we naar 16. Segers CS over wijziging van het reglement van orde in zaken de aanwijzing en opdracht van en het verschaffen van inlichtingen door de verkenners. SP, GroenLinks, Bijeen, Denk, Volt, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, 50PLUS, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV, Forum voor Democratie, BBB. Ook deze motie is met algemene stemmen aangenomen. 17. Van der Staaij Segers over evaluatie van de formatie 2021. SP, Volt, 50PLUS, D66, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, BBBB, JA21. De motie is aangenomen. De heer Wilders. Ja, voorzitter. De motie van mij en collega Baudet over het opzeggen van de vertrouwen in de minister-president is met 3 stemmen verschil net niet aangenomen. Maar de motie van afkeuring van de collega's Kaag en Hoekstra is op de stem van de VVD na eigenlijk door de hele Kamer aanvaard. En ik weet dat hier staat fractieleider, niet minister-president, maar ik zou toch graag van de heer Rutte, in welke functie dan ook, willen horen of hij welke consequenties hij verbindt. Normaal doe je dat aan de regering, maar deze motie is aan de fractieleider. En het is aan hem om te antwoorden. Als hij niet wil, antwoordt hij niet. Maar ik vraag hem wel welke consequentie hij aan verbindt dat de Kamer in meerderheid een motie van afkeuring tegen zijn handelwijze heeft aangenomen. Ik zie de heer Rutte staan. De heer Rutte. Ja, ik ben graag bereid daarop te reageren. De motie van afkeuring regardeert mij als fractievoorzitter. Maar uiteraard ook altijd, alsjeblieft, geen pettendiscussie. Wij zijn 1 persoon in alle functies. Dit was een heftig debat. Er zijn belangrijke zaken met elkaar besproken. Ik ga door als minister-president, maar ik ga natuurlijk wel ervoor zorgen dat ik het vertrouwen ga terugverdienen. Daar ga ik vreselijk hard voor werken. Van u, van de Kamer, van de samenleving. En ik ga ook mijn stinkende best doen om vanuit onze positie als VVD ons best te doen. Om hopelijk met anderen, en wie ook precies het voortouw neemt en hoe het ook exact gaat dadelijk met de informateur. Maar om te komen tot een nieuw kabinet. Maar ik heb de boodschap zeer goed verstaan en die neem ik mij ter harte. Dank u wel.